Welkom in Japan op het circuit van Fuji. Het circuit met een van het fraaiste decor die je kunt bedenken. Maar het circuit zelf is ook enerverend te noemen. We beginnen met het enorm lang rechte stuk, maar liefst 1,5 kilometer lang. En dan is het makkelijk je rempunt te missen. Exit is hier weer belangrijk richting de Coca-Cola bocht. Een krappe linker die de 100R inleidt. Een enorm lange bocht waar het altijd zoeken is welke apex je gaat pakken. Kom niet te ver uit, want je wilt hier rechts blijven voor het aanremmen van bocht 6. Oppassen met tractie richting een langer rechtstuk richting Dunlop. Hier de exit een beetje opofferen, want je wilt in een zo net mogelijke lijn richting bocht 13 rijden. Hier komen het technische gedeelte in, waar je de auto voornamelijk moet laten rollen. Probeer zoveel mogelijk snelheid mee te nemen door de bochten en vooral tractie is hier belangrijk. Hier ook weer afremmen in een bocht voor de allerlaatste bocht. Exit is hier enorm belangrijk, want je exitsnelheid bepaalt je tempo op het lange rechte stuk van Fuji. Veel succes!